Hallo en welkom bij Paul's Model 2 Stuff. Vandaag een video waarbij ik het geluid achteraf op heb genomen. En hier zie je alvast het eindresultaat. En de rest van de video laat ik zien hoe ik tot dit ben gekomen. Mijn uitgangspunt was een oude Lumia kast. En de rechtopstaande delen heb ik als eerste houtjes opgeschroefd, zodat ik daartussen kon zagen en dat het niet allemaal uit elkaar zou vallen. Dat met de handschroeven, dat leek een leuk idee, maar dat is best wel veel werk. Dus uiteindelijk heb ik dat toch allemaal met de boormachine gedaan. Eerst wilde ik nog gaan zagen met de decoupeerzaag, maar al snel bleek dat het zaagje daarvoor te kort was. Dus dat betekent verder met de handzaag. De zager was een tijd geleden, dat was wel te merken. De zaag was bot en schoot niet echt op. Maar uiteindelijk, dit is natuurlijk 4 keer versneld, maar ben ik door de eerste plank heen gekomen. Toen de balken doorgezaagd waren, kon ik de 2 delen uit elkaar halen. En het binnenschot kwam door van los. Dat heb ik apart gezet, aangezien ik daar nu even nog niks mee ga doen. Nou, lang zagen was dit het resultaat. Uit elk rechtopstaand deel zijn 3 stukken gekomen. 2 daarvan zijn 80 centimeter en eentje per stuk is ja, wat eigenlijk over is, wat in praktijk langer is. Dus je ziet hier ook dat uiteindelijk ik met 12 stukken die niet even lang zijn eindig. Maar dat is geen probleem zoals ik het nu in mijn hoofd heb, want mijn tafel wordt toch lager dan 80 centimeter. Als je alle poten tegen de planken aanzet, dan ziet de tafel er ongeveer zo uit. Elke 3 planken zit er een stel poten en dit is vanaf iets voor de helft. De volgende klus is de planken aan elkaar maken, zodat het een soort van tafel wordt. Ik heb hier 2 balken liggen, waarvan 1 duidelijk in beeld en de andere niet zo. En hierop komen de planken van de kast op te liggen, zodat ik ze 1 voor 1 rustig vast kan schroeven. Ik wilde eigenlijk mooie roestvrijstralen schroeven gebruiken, maar de bouwmarkt waar ik ze wilde halen had die niet meer. En ik wilde ook niet wachten, dus ik heb gipsplaatschroeven gebruikt. Iets waar ik wel een beetje spijt van heb, want al is het maar vanwege de herrie bij het indraaien van die schroeven.
Alle dwarsbalken die ik wilde gebruiken waren van erg ruw hout, dus dat heb ik nog flink lopen schuren, zodat ik niet zoveel splinters in mijn handen had. En dit hout heb ik gebruikt om de hele tafel op te laten rusten en om de verschillende poten aan elkaar te maken. En ook als zijbalken en ook als extra versteviging. Het schuurpapier heeft het ook maar nauwelijks gered tot aan het einde, maar net goed genoeg. Na al het schuren heb ik de planken op de poten geschroefd en alles precies uitgemeten en de hele tafel erop gezet. En dit is het eindresultaat. Natuurlijk ben ik het schroeven van de planken op de poten vergeten op te nemen. En hier nogmaals het eindresultaat. Ik ben heel benieuwd wat jullie vonden van deze manier van monteren en achteraf inspreken. Laat het weten in de commentaren en verder het gebruikelijke like, subscribe en deel. En tot een volgende keer.